Vrijdag 29 maart, 7 uur 29, Arifana Praia, Praia do Arifana. Klaar voor een pittige etappe van 24 kilometer. En de eerste camper komt er al aan. Daarachter ergens is ons appartement, hè, met zeezicht. Nu niet dus. Goodbye, Arifana Playa, heet het ook weer. Hetzelfde stuk over de grote weg terug dat we gisteren heen gelopen hebben. Met aanzienlijk meer wind. Wel fris. Dit lijkt het punt waar Carapetera en Al Jazour zich gaan scheiden. We gaan het even controleren, maar ik denk, ja, Al Jazour is links, nog maar 9 kilometer. En wij hebben nog, wat was het, 21,5 voor de boeg. Ja, ja. Ons. Heuvel af, heuvel op. Zo, we zijn bij een grote weg. Het stuk van Al Jazour naar Carapetera zijn wij al door meer wandelaars ingehaald en hebben we er meer tegengekomen als het complete totale stuk daarvoor. Oftewel, dit is eigenlijk behoorlijk druk belopen. Naderen Bordera en wat we horen is
verkeer op de grote weg en de stokken van Wilma. Dit zou zomaar de entree van Bordera kunnen zijn. Waar ik niet ganz sicher daarvan ben. Zo, wij lopen Bordera weer uit. Casa Sol, vakantiehuis met één kamer, zicht op het park. Ik ga de ramen niet open doen, want je hoort wel wat het zicht is. Werkzaamheden die al 3/4 jaar bezig zijn.